Weet je, iets naar voren, want je schermt de camera niet af. Je schermt die baas af. Ja, je hebt niet over de camera hangen. Ik ben blij dat het is gaan regenen. Vaak blijven de koeien dan op één plek. Ja, ze hebben het nu ook niet echt door. Nou, op die ene zon wel te kijken, maar vaak als het gaat regenen, dan willen ze op één plek blijven staan. Nou is dat klaar, hè? Nee, toch? Verhey. Ja, verhey. Nou, geweldig, zoek een hond. Goed geconcentreerd, mooi diep, mooi tempo. Tot aan het eerste voorwerp is het akkoord, is het uitmuntend. Tot aan de eerste hoek is het uitmuntend. Als hij door de hoek heen is, dan snelt hij wat, hè? Dan moet je hetzelfde tempo verder mogen gaan. Nou. Dan komt die spurt prima door in dat hele wasgedeelte, want je hebt dan het geluk, hè, dat koeien daar netjes blijven staan dan. Hè, want nee, dat... je hebt geluk ook gaan regenen, dan blijven de koeien op een plaats. Oh, dat wil ze niet. Hè. Ik weet wel dat ze altijd met de kont in de regen staan. Dat weet ik wel. Oké, dan komt hij binnen de tweede hoek. De tweede hoek kon hij ietsje directer nemen. Ja, kijk even die andere kant op, maar blijf wel in het gebiedje van de hoek die kwam. Speurt dat prima door naar de tweede voorwerp, De derde hoek is akkoord, alleen door de hoeken heen, dan heeft hij de neiging dat hij de derde, ik moet wel even zeggen van vanaf het tweede voorwerp naar de derde hoek, dat was fijn, want hij had de lijn nog niet uitgevierd helemaal en dan op de hondenkant. Maar oké, dat is duidelijk dat hij op de hoek gevierd heeft, dat de baas de lijn dan uitgevierd heeft. Ja, prima, dat is een mooie test hoor. Nee, maar dan komt hij bij de derde hoek en door de derde hoek gaat hij wel prima heen, alleen daar versnelt hij ook weer en dat doet hij bij de vierde. Ja, dus hij moet in één tempo zoeken, iedere keer als hij lijn wordt. Het is een geweldig beeld, goed zoeken, goed geconcentreerd, het moet het erachter liggen.